Sedatie is het in diepe slaap brengen van een patiënt. Met als doel het verlichten van het lijden en het verlagen van het bewustzijn. Ik ben bewust van wat hier gebeurt. Wellicht meer aanwezig op dit moment dan al dat ademt rondom mij. En toch ben ik niet anders dan jij. Dan wij. Binnen. Klopt. Ha. Mijn naam is Arend, ik ben hoofdcommissaris. Mijn naam is Arend. Ik ben hoofdcommissaris hier in Schoonhoven. Wij zullen de komende tijd veel met elkaar te maken gaan krijgen. Hoofdcommissaris? Ja. Waar is de rest van uw team? Dit hier is Lux. We zijn met z'n tweeën. Er gebeurt normaal gesproken vrij weinig hier. Dit is eigenlijk onze eerste echte grote zaak. Dit is de derde deze maand. Hetzelfde geval als voorheen. Een man van middelbare leeftijd. Doodgebloed. Kinderen? Ja, drie. Hij woont hier niet ver vandaan. Je kent de slachtoffer. In dit dorp kent iedereen elkaar. Moordwapen? Polo's. Dossier. Zijn. In Wissel Matthijs of zo. Thank you.
Maakt niet uit, laat maar staan. Oké. Alles in orde met u? Ja? Oh, mijn neus. Ja. Oh, die heb ik vanmiddag even laten corrigeren. Ik ben nog een klein beetje licht in mijn hoofd van de verdoving. Had u het nodig? Wat bedoelt u? De neuscorrectie. Ach. U bent nieuw hier, toch? Ja, klopt. Hey, Vivi! Ga eens aan het werk! Jeetje! Bel me als er problemen zijn. Waar bent u mee bezig? Meneer Cornelissen, hoe maakt u het? Kunt u mij uitleggen waar u mee bezig bent? Waar ik mee bezig ben? Ik denk dat we dit beiden wel begrijpen. Is het niet? Blijf hier, ik bel de politie. Nou, geloof me, die zijn onderweg. En u zult er niet al te best mee wegkomen. Nee. Meneer Cornelissen, u gaat mee naar het bureau. U wordt gearresteerd op verdenking van moord. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat ik mijn eigen gezicht heb gezien. Mijn emoties weggestopt. Onder een laag van make-up en kunstmatige perfectie. Zo wandel ik nu door de nietszeggende winkeletalage van het leven.
waar ik slechts mijn verkoopbare verschijning kan laten zien. Dit alles, dit draait niet om mij. Het draait hier om deze zelfverminkende samenleving waarin mannen ons clown schilderen. Waar vrouwen gewetenloos door winkelcentra slenteren, geketend aan een boodschappentas. Een zoektocht naar het perfecte cocktailjurkje, maar gestopt met het zoeken naar eigen geluk. Het woord knap is onwaardig aan alles wat ik ben en zal zijn. Want geen mens is waardig aan een woord van slechts 4 letters.